Dick heeft net twee grasmaaiers opgehaald. Twee zitmaaiers. Ja, maar nou zitten ze vast. Ze zijn allebei niet perfect. Dus er moet nog wat aan gesleuteld worden. Dus hopelijk kunnen we ze alle twee weer draaiend krijgen. En dan weer eentje verkopen. Maar eigenlijk moeten we eerst voor die tijd nog een race doen, hè? Mm-hmm. Dat is wel tof. Een grasmaaierrace. Ja, we hebben ook benzine nodig. Ja, dus? Pieneke, kom. Hier blijven. We hebben toch benzine... Fien. Benzine-olie dingen. Fien kan sinds kort gewoon los in de tuin lopen. Daar zijn we heel druk mee aan het oefenen geweest sinds de vakantie. Met dank aan Rianne en Koen. Het gaat wel eens mis hoor. Fien die loopt nog wel eens weg. Maar ze komt dan ook wel weer. Moet je dan met twee doen? Ja. Oh, is er één voor? Nee. Sorry. Geen handleiding bij gekregen? Nee, die moeten we aan het fjorren. Oké, nu die! Deze. Nu die! Ah, je bent wel heel enthousiast, Peter. Nee, dat is een ander, die heeft een ander mok. Ik ga hierop lopen. Dus hier zit geen accu bij. Geen accu, maar dat hadden we ook niet verwacht, toch? Ik ga hier vanaf lopen. Oh. Maar ik ga hier vanaf lopen. Ik ga naar dat pookje gezeten dan. Ik niet. Nou, dat kan een hele hoop werk schelen. Soms krijgen we een opdracht die is te groot voor onze handmaaier, zeg maar. Handmaaier klinkt zo raar, maar elektrische maaier. Yes! Yes! En die kunnen we dan niet aannemen. Dat is dan een beetje jammer. Dus we hebben nu voor een prikkie hebben we nou twee op de kop getikt. Fien, hier blijf hoor. Kom. Fieneke. Kom. Kom, deze kant. Deze kant. Goed zo, meisje. Grote meid. Ja. Goed zo. Goed gedaan. Nice. Dat was starten lopen. Dus alleen als je meer gas heeft, gaat hij uit. Oh. Misschien omdat je er niet op zit? Dat zou kunnen hoor. Ja, tof. Nog een keer starten. Blijf af. Ja. Is dat wel... Zo blij als een kind. Met alle gereedschap trouwens. Alle nieuwe gereedschap is helemaal happy de peppy. Oh, my God.
Goedemorgen. Het is vroeg. Ja, nee. Ah nee, het is koffietijd. Maar we gaan wat leuks doen. We hebben gezinsuitbreiding. Oh, de camera. We hebben gezinsuitbreiding. Ja. Nee, we krijgen geen kindje meer. Maar we hebben een katje. Die gaan we ophalen. En een heel lief schattig ding. Lotta. Zo gaan we haar noemen. En ja, bij vrienden van ons konden we haar ophalen, dus dat is wel leuk. En ik hoop dat ik mag filmen. En anders dan zien jullie haar thuis. De kinderen zijn naar school vandaag. Komen we vanmiddag om 1 uur thuis, dus dat is lekker vroeg. Dus kunnen ze de hele middag nog met het katje spelen. Maar het katje moet ook slapen. Ja, het katje moet ook slapen, ja. Ik denk dat Fien het ook heel erg leuk vindt. Dus we zijn heel benieuwd hoe het gaat. Het is 10 jaar geleden. Nee, het is niet. Ja, bijna 10 jaar geleden dat we een katje hebben opgehaald. Moos. En 2 jaar later hebben we Nina opgehaald. Over 300 meter, je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Dit is weer nieuw. We zijn hier. Ja, maakt me niet uit. We zetten hem daar maar neer. Scrubhulti, ja. In de zomer kun je hier lekker wat eten en wat vintage kopen, geloof ik. Brokante. Lifestyle. Nina ontmoet Lotta. Kijk dan. Fien. Oh. Gelijk thuis, hè? Cool. Ja. Dit is echt gaaf. Goed zo, Nina. Oh, wat schattig. Oh, cute. Echt. Binnen de minuut. Nee. Nee, zo wat afstand. Jij zit toch wat onzeker over? Lotta grondt steeds naar de Fien. Ze is wel fel. Ze geeft heel goed aan wat ze wel, wat ze niet wil. Hè, Moosje? Moosje, ik moet jammer eerst wat doen. Nee, maar dat komt vanzelf. Dat was eerst ook met Fien.
Lotte. Lotte. Kijk. Zoals je kunt zien hebben we heel veel appelmoes gemaakt. Pressure kent. Ondertussen zijn we aan het pressure kennen van tomatensoep. Want heel veel tomaten waren rijp. Er staan 10 potten in, of 11 geloof ik zelfs. 10 groot en een kleintje. En ondertussen zit het kleintje bij mij. Lotte. 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 Hi. Hi. Ze is heel lief. Van Fien moet ze nog niet zoveel weten. Kijk, dan gaat ze al springen. Het is vandaag zaterdagochtend. Heerlijk weer. En ik heb vanochtend even wat geoogst. Nou, een heleboel snijbiet. Die eentje schiet door. Dus daar heb ik niks van afgehaald. Dus daar gaan we zaad van winnen voor volgend jaar. En deze die gaan in de vriezer. En dan hebben we nog courgettes. Die gaan ook lekker door. En heel veel bonen. En de tomaten beginnen echt al fijn rijp te worden. De vleestomaten die doen echt wel langer over, dat merk je gewoon. Een aantal van deze tomaten, die hele grote, die laat ik hangen, zodat ze echt goed zaad kunnen maken. En dan ga ik daar volgend jaar mee kweken. En nou, dat was hem weer voor deze dag. Dus maandag gaan we weer verder met oogsten en verwerken. Nou, voor deze winter hebben we in ieder geval weer het hout binnen. Dit is nog oud hout van vorig jaar. En dat ook. En hier komt een nieuwe stapel. Dus we zijn weer voorzien. 10 kuub besteld en we hadden nog bijna 5 kuub. Dus we zitten op bijna 14, 15 zo'n beetje. Wat ben jij aan het doen dan? Een houthok bouwen. Een houthok bouwen, oh ja. Want we kunnen niet alles kwijt daar. En we willen een beetje laten luchten meer. En meer opties hebben. Meer ruimte. Hier blijft Fien. Weer een nieuw project. Kijk nou wat we hebben opgegraven. Het is me toch een joekel. Echt hele rare vorm. Het lijkt wel een kikker. Ja, het lijkt wel een kikker, ja. En we hebben hem ook al even gewogen, hè? Ja, hij weegt 808. Ja, schoon aan de haak. Dus, daar hebben we bijna een hele maaltijd aan. Cool, hè? Thijs, die gaat nu even alles in kratjes doen. Mooi, ja. Hij heeft nooit zo'n zin om te helpen. Ja, kunnen niet alles... Nou. Kunnen niet alles zelf doen. Ja.
Het zijn echt knoepers, hè? Hier is nog een heel kleintje. Ja. Moet even apart houden. Mooi kweken. Oh, dat loopt zomaar over mijn computer heen. Zo hé. Ja. En ze graapte de hele tijd haar eigen bril. Ja. Oh. Ja. Ze doet het heel goed, hè? Ja. Gepoept en geplast. Lotta. Lotta. Lotta, niet Lotta. Ja. Kokend heet. Kijk nou, 10 potten. 10 grote potten met tomatensoep. Chinese tomatensoep. Met kip. Dit was weer de vlog van deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop dat je een duimpje omhoog doet als je het leuk vond. En abonneer als je nog niet hebt geabonneerd. En dan wensen we je een hele fijne zondag en een fijne week. En tot de volgende. Doei doei!